Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij een nieuwe video van Game Dreams. Vandaag ben ik weer terug met Donkey Kong Country Tropical Freeze. Elke woensdag, als het goed is, ben ik van plan. In ieder geval, ik heb vandaag wat onderwerpen mee. Want dit is een serie waarin ik amper knip. Zodat ik 2 video's per week kan uploaden. Eentje die ik wel edit. En dan Donkey Kong erbij. Dat vind ik... Dan denk je, hey, ik heb de eerste aflevering gezien. Waarom zeg je dat nog een keer? Nou, voor de mensen die dat niet weten, het is best belangrijk om te weten. Diddy Kong, helaas Cranky Kong, Diddy Kong komt er weer bij. Het spijt mij zeer. Maar in ieder geval, één ding waar ik het over wilde hebben, is zo'n agreement license. Zo'n ding met heel veel tekst, die je altijd op je beeld krijgt als je iets nieuws downloadt of zo. Zeggen ze altijd van, ja, je moet akkoord gaan met dit, dit en dit. Dit, dit en dit. En dan zeg je altijd zo'n beetje... Ja, ja, vind ik best, joh. En hoe wil je deze tonnen ooit halen? Ik bedoel, ik had beter mijn best kunnen doen, maar... Oh ja, kijk, daar ga je al. Maar in dat soort dingen... Kijk, niemand leest die dingen zowat. Maar waarom stoppen bedrijven er nooit wat raars in? Want je merkt er nooit wat van, eigenlijk. Nou, dat doen ze dus soms wel. Want er zijn heel veel dingen... Die jij waarschijnlijk gewoon geaccepteerd hebt. Waarvan je het niet weet. Namelijk, als je foto's uploadt naar een of andere sociale media. Dan zijn zij de officiële eigenaar van die foto. Ze mogen er dus alles mee doen wat ze willen. Ze mogen hem overal opplakken wat ze willen. Dat, omdat je dat geaccepteerd hebt. Dus dan kan je zeggen van nee, dat wil ik niet. Maar je hebt het geaccepteerd. Dus mogen zij het gewoon helemaal legaal doen. Kijk, dat doen ze natuurlijk niet zo snel, maar ze mogen het gewoon doen. En dat is natuurlijk, dan denk je van, hé, dat is nou, oh, ik moest bukken. Ja, en dan buk ik voor de, oh, ja, fijn, goed zo, man. Echt waar, goed gedaan weer. En ik moet een nieuw onderwerp bekijken. Ik moet verder kijken naar wat er nog meer op mijn lijstje staat. Maar ik kan niet kijken, want ik ben midden bezig met gewoon dit halen, zeg maar. Oké, okay, YOLO, kijken. Ik kan nog steeds niet kijken. Oké, nu. Als je iets downloadt op online gamebedrijven, wat bedoel ik daar nou weer mee? Oh ja. Eindelijk zeg. Dat was niet al te makkelijk. Als je iets downloadt, als je bijvoorbeeld een game koopt. Ook bij Steam, volgens mij ook. Dan heb jij geaccepteerd dat jij hem niet... eigenlijk in jouw bezit is. Want je denkt van ja, ik heb hem gekocht, hij is van mij toch? Nou, dat valt best wel tegen. Want namelijk, zij mogen er nog steeds mee doen. Zij mogen hem gewoon verwijderen als ze dat willen. Oh wacht, ze gaan even schreeuwen, dat is leuk. Waaah. Zij mogen gewoon die games verwijderen als ze dat willen. En dan mag je gewoon niet zeggen dat het hun schuld is. Kun je ze niet aanklagen. Want je hebt het geaccepteerd. Ik heb het level nu al gehaald, joh. Poh. En hey, een puzzelstukje, dat ging per ongeluk. Ik heb 1 puzzelstukje, volgens mij heb ik ook alleen de K of zo. Maar ik heb het level wel gehaald. Oké, we zitten nu bij de eerste bos. De eerste bos was met 2 mensen nog redelijk makkelijk. Dus ik zal zien, oh wacht, wat? Ik kon gewoon kiezen. En dan kies ik Cranky Kong. Ja, tuurlijk man. Fijn dat ik Cranky Kong kies, hoor. Pff. Nou, dit is dus de cutscene. Maar in principe kunnen ze natuurlijk deze game van mij niet afnemen omdat het niet online is. Maar bij Steam heb je het gewoon op je computer gedownload. En hebben zij gewoon de mogelijkheid om die game van je... PC weer te verwijderen. En dat is natuurlijk heel lullig als je er in één keer achter komt, hé, mijn game is weg. En dan zit je zo van, hoe kan dat nou weer? Oh ja, dat hebben wij gedaan van Steam. Wacht, wat? Waarom dat dan? Ja, nee, vonden we gewoon leuk. En dit is, en ze hebben nog iets gedaan wat je ook, dat is zowat bij elke software console wat je ook geaccepteerd hebt. Heb je geaccepteerd dat ze je console gewoon helemaal uit kunnen schakelen? Als je namelijk met een console zit te clearen of zo. En je
En dat merken zij. Ze komen erachter dat jij een beetje dingen zit te cracken en zo. Dan hebben ze gewoon verschillende mogelijkheden om te doen. Bijvoorbeeld Nintendo had bij de Wii. Als kwamen ze erachter van heel veel mensen die waren gewoon Wii-spelletjes aan het cracken. En dan gratis op aan het zetten. En dat wilden ze niet. Dan hadden ze er een brick systeem op gezet. Dus als zij erachter kwamen dat de met hun systeem werd geklooid. Dan werd de hele Wii werd gewoon een baksteen. Ze konden niks meer mee doen. Het was alleen nog maar de Wii zelf. Het leek dan een beetje op een baksteen, zeg maar. En Microsoft heeft het ook gedaan. Maar die zorgde ervoor dat je hele internet, je niks meer kon doen op internet. En nou wil ik niet veel zeggen, maar je doet best wel veel op internet, op computers en zo. En iedereen, nou ja, de meeste mensen dan, kennen wel de iTunes Terms of Service. Die is gewoon 56 pagina's lang. En dat ding update is ook nog gewoon iets eens in twee weken. En dan gooien ze er nog weer iets bij. En dan, ja, nou eigenlijk heeft niemand tijd om dat te lezen. Want tegen de tijd dat je het gelezen hebt, dan is het alweer een beetje veranderd. Maar er zijn toch mensen die het gedaan hebben. En die kwamen erachter dat iTunes, dat Apple nu gewoon altijd op elk moment weet waar je bent. En wat je aan het, nou niet wat je aan het doen bent, maar ze weten wel op elk moment van de dag, nee Cranky Kong, wat je aan het doen bent. Ik bedoel, hè, dan zeg ik het weer verkeerd. Ze weten waar je bent op elke seconde van elke dag. En dan is dat niet zo erg, want daar merk je niks van. Maar het is toch, als je erover nadenkt, is het toch wel zo van, hé, wacht eens even, dat heb ik toch zeg maar liever niet. En ze gebruikt alleen een beetje voor softwareverbetering en zo. Oh, ik ben dood. Alsjeblieft zeg! Ah, ik kan net zo goed gelijk stoppen. Ik heb Dixiecon nu al dood gemaakt. Ik heb nog gewoon helemaal niks gedaan. Crankycon deed het gewoon nog veel beter dan Dixiecon. Ik bedoel, in mijn eentje ga ik het toch niet halen. Maar ik wil niet opgeven, maar ik wil ook weer wel opgeven. Want ja, ik wil zeg maar toch wel een beetje tijd besparen als het kan. Maar ik ga het toch proberen. Goed, ik ben ongeveer waar ik net was, volgens mij. Dus. Wat ook nog een ding is, wat je waarschijnlijk geaccepteerd hebt met iets. Is dat je niet mag klagen. En je mag wel, zeg maar, een beetje klagen. Maar als er echt, zeg maar, zo'n geschil geopend wordt en zo. Allemaal rechtszaken erbij komen en zo. Dat mag niet. En in principe kom je dan sowieso in een rechtszaak terecht. Maar ja, dan hebben zij zeg maar allemaal hoogopgeleide advocaten. En hoezo val jij niet in één keer van de map af, vriend? Vriend, vriend. Oké, ik ben weer waar ik ben. Waar ik was, bedoel ik. Dus, zij hebben dan gewoon een team van helemaal professionele advocaten. En jij moet zelf maar zien te regelen wat jij krijgt. Maar jij krijgt waarschijnlijk niet zo'n goed team van advocaten als wat zij in petto hebben. En dan is het wel een beetje zo van, ja hè, waarom doen ze dat dan? Nou, het is niet echt alsof bedrijven je echt helemaal gaan bedonderen en zo. Dat valt heus wel mee, maar ze kunnen het legaal doen. En dan zit je, ik bedoel, als ik een bedrijf was, zou ik op zich ook wel legaal mensen willen bedonderen hoor. Ik bedoel, ik snap een punt zeg maar wel. Alleen als je erover nadenkt is het wel een beetje erg wat er allemaal gewoon in staat. Wat je zelf niet weet omdat je het skipt. Spring op zijn staart. Alsjeblieft zeg dat hij nog een rondje komt. Als ik nu dood ga, hè. Oh, gelukkig. Schut, 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 schut. En dat is wat jij allemaal niet wist over wat er in die agreement license staat. Zij zijn die mensen en je mag hen niet in elkaar slaan, want dat heb je geaccepteerd. Maar ik heb ze toch in elkaar geslagen, wat ben ik toch weer een bad boy. Nou, aangezien jullie waarschijnlijk allemaal kwamen voor dat onderwerp. Dat is nu voorbij, je mag weer wegklikken als je er klaar mee bent. En als je komt voor Donkey Kong, dan kijk je lekker verder. Want dit level is fantastisch. Het is pure kunst in een level. Liedje, Windmill Hills, kun je gewoon op de achtergrond zetten terwijl je aan het werk bent met huiswerk of zo.
Ja, kan makkelijk. Nee, wat doe ik nou? Oké, ik ga in het gat springen, want dit kost alleen maar tijd met de serie en niemand wil dit. Mwahaha. Oké, maar in plaats van de hele tijd naar de muziekje te luisteren en de hele tijd stil te zijn, is denk ik toch wel een beetje de bedoeling, als zeg maar soort van YouTuber-achtig, je begrijpt wat ik bedoel, toch wel even er doorheen te praten. En dan wil ik eigenlijk de verkeersergeringen die ik in de vorige aflevering had beloofd, dat ik die zou doorschuiven naar vandaag. Die ga ik ook wel lekker doorschuiven, want ik heb nog zo weinig tijd en... En ik heb daar in principe best wel veel over te zeggen. Maar ik heb nog wel... We kunnen altijd nog gezellig praten over de tandarts. Want niemand vindt de tandarts leuk. Maar ik kan me altijd zo ergeren. Niet alleen dat ik daar gewoon zit en dat ze een beetje mijn gebit aan het controleren zijn. Maar ze beginnen ook altijd een gesprek. Ik denk, hou je mond, controleer mij maar en ik wil weg. Maar nee, van dan zeggen ze van, ja, gaat alles goed? Terwijl ze bezig zijn in je mond. En dan zit je zo'n beetje van, ha! En dan begin je een beetje een of andere willekeurige kreun uit te kramen. En dan denken zij van, is dat een ja? Ja. Oké, nou mooi. Ja. En dan beginnen ze nog verder te praten. En dan gaan ze ook gewoon over naar, dan is het geen ja-nee meer. Dan is het gewoon... En dan moet ik ook iets gaan vertellen ofzo. Ik denk van, jij bent nog steeds een tandarts. Je hebt een opleiding gedaan. Ik hoop dat je zelf ook even kan nadenken. Dat ik zeg maar niet kan praten als er iemand in mijn mond zit. Met zijn handen en met zijn gereedschap. Het is al niet al te smakelijk. En dan moet ik ook nog gewoon een beetje gaan praten en zo. Ik bedoel, dat is toch niet handig? Ja, nou, ga je nog wat leuks doen in de vakantie? Nee, doe even normaal, man. Het is hier geen spreekbeurt of zo. Niet dat je gaat vertellen wat je... Het is niet zo dat je gaat vertellen wat je gaat doen in de vakantie bij een spreekbeurt. Was het maar waar. Dat was wel heel mooi geweest namelijk. Dat kan ik tenminste wel uit mijn hoofd leren. Altijd presentaties uit mijn hoofd leren kan ik wel. Maar ik ben niet goed in het presenteren ervan. En dan vind ik dat altijd zo... Dan moet ik er altijd wel even over nadenken van... Hé, ik doe ook aan YouTube. Dat is ook een ding. Maar dat maakt me dan weer niks uit, hè? Nee, eigenlijk niet. Want YouTube dan... Kijk, altijd nog editen, ook al doe ik dat hier niet. Het kan altijd wel. Er zit waarschijnlijk een puzzelstukje straks als ik al die banaantjes pak, maar dat doe ik lekker niet. En hier ook niet. Hier wel. Was ik nog over de tandarts aan het praten? Nou, ik begin er nu... In dit geval begin ik er nu gewoon weer over. Maar ja, dan is het ook gewoon... Ze proberen ook altijd aardiger te doen. Maar tandartsen kunnen niet aardig zijn. Want ze zijn een tandarts. En ze zitten een beetje vervelend te doen met je mond de hele tijd. Ik bedoel... Het is allemaal leuk en aardig. Ik weet dat je me probeert te helpen. En dat vind ik ook wel mooi dat we naar de tandarts kunnen in Nederland en zo. Maar doe dat dan ook gewoon even normaal. En dan hoef ik niet hele gesprekken te voeren. Want ik zie hem maar twee keer per jaar. Of zo. En dan zit ik ook zo van... Ja... Hartstikke leuk, maar volgens mij gaat het jou niet aan. Jij kent mij amper, ik ken jou amper. We kunnen ook gewoon zeggen, doei, het is er klaar voor vandaag. Want ik heb ook niet het gevoel alsof ze er sneller op gaan werken als ze even een gesprekje gaan voeren. Ik bedoel, het houdt de stilte weg en zo, maar... Het is gewoon vervelend, man. Hebben jullie daar nooit last van? Ik hoop het niet, natuurlijk. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Ik kan me ook wel voorstellen als er dat gewoon wordt geleerd op de tandartsacademie van... Ja, je moet ook goed leren praten met mensen. Dan kan je hierover praten en zo en zo en zo. Maar goed, in de jongeren, puberen, tiener, jongeren, kinderenacademie wordt geleerd dat tandartsen heel vervelend zijn. En dat ze daar zo min mogelijk heen willen. En dat ze eigenlijk ook niet met de tandarts hoeven te praten eigenlijk. Maar ja, dat zo gaat het weer helemaal tegen elkaar in. Ja, dan kan die tandarts ook vrij weinig gaan doen, hè. Maar ik snap ook... Die tandartsen zullen zelf toch ook wel een beetje weten van... Hé, we zijn eigenlijk helemaal niet geliefd.
Maar dat lijkt me ook het nare van tandarts worden. Als je een tandarts wordt, dan weet je gewoon... Ze komen naar me toe en niemand mag mij in het... Als je je werk doet, dan mag niemand jij eigenlijk. Dit gaat vallen. Want ik ken niemand die graag naar de tandarts gaat. Ik bedoel, dan krijgen we weer van die hele achtergrondverhalen van je ouders van... Ja, kijk, tandarts vroeger veel beter dan... Ik bedoel, nu veel beter dan vroeger, want vroeger had je nog geen fluor. En dan had je, moest je ook gewoon allemaal veel beter poetsen, weet ik veel. Allemaal moeilijk en het maakt... Kijk, dan zit er ook zoveel van, oké, ja, dat klopt. Maar dan maakt het me alsnog niet zoveel uit, want ik wil alsnog niet naar de tandarts. Bam! Dat was mijn verhaal. Geloof het of niet, we hebben 3 levels gedaan. 4 puzzelstukjes. Niet al te prima, maar goed. Ik doe het ook niet voor die puzzelstukjes. Het is wel een hele korte aflevering anders. Ja, ik heb ook niet meer zo heel veel tijd. Dit is het eiland. Met 2, 4, 6 levels te gaan in deze wereld nog. Is in principe 2 afleveringen. Volgende wereld is volgens mij ook iets van 7 levels. Dus ook 2 afleveringen. Als het dan elke keer zo is, 6 werelden. Dan heb je 6 keer 2 is 12 afleveringen, heb ik al een keer eerder gezegd. Met wat extra afleveringen waarschijnlijk voor moeite en zo. Nou, dit was een hele korte aflevering. Ja, kort. Kort kun je het niet noemen, maar voor zo'n serie die ik af wil maken is het best wel kort, ja. Ja, nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Als je genoten hebt van deze video, laat dan vooral een like achter. Als je meer van mij wilt zien, abonneer op Game Dreams. En ik hoop dat ik zie je in de volgende video. Ik zeg, doei!